Ja, ik denk dat we even naar de buurman toe gaan. Nou, ga maar. Moet je zelf weten. Hoe noemde u hem ook alweer? Barriella. Barriella. Dan gaan we even naar... Hij is kontje re-re. Dag Connie. Wouden je eigenlijk wat vragen? We vragen ons eigenlijk af, hoe is het met u? Gaat wel. Gaat wel. Ja, want we kennen jullie nu van twee keer bij de Rijden de Rechten. En lezen we onlangs dat hij ook zelfs de straat met elkaar op de vuist is gegaan. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat komt door die artikel van AD. Kunt u mij uitleggen, hoe gaat het hier nu in de straat? Ik zou me daar graag een beeld bij willen vormen. Nou, dan zou je dus eigenlijk bij mijn buurvrouw Annie moeten vragen. Aan welke buurvrouw? Buurvrouw Annie. En waarom niet aan u? Ja, ik heb het nou... Ik loop weer vast, sorry. Ik loop weer vast. Hoe heet het? Moet ik zeggen. Dag mevrouw. Dag, ik had een vraag. Ik ben hierheen gestuurd door Connie. U kon mij meer vertellen over de buurruzie en wat de afgelopen week is gebeurd. Nee, ik begin nergens meer aan. Ik krijg zo'n hoop geouwehoer aan de deur. Hoop geouwehoer? Ja, dan die en dan die en dan die. En kerels aan de deur. Kom alsjeblieft. Kerels? Ja, ze zeggen tot op de hoer speelt. Dus die kerels die komen allemaal hier naartoe. Connie die zei dat we bij u moesten komen voor het verhaal. Want vorige week is hij ook gevochten. Nou ja, gevochten. Ik gaf ze een duwtje en ik zei tegen de wapen, zeg ik dat ik een stinkhoer ben. Toen gaf ik ze een duwtje. Toen gaf ze mij een duw, maar ik werd ineens niet goed. Toen viel ik op straat. U heeft het over Tilly? Hè? U heeft het over Tilly? Ja. Dus jullie... Ja, vuile, vieze, stinkend. Nou, er zijn gewoon woorden voor dat wijf. Die lelijk het. Want het kwam eerst bij de rijdende rechter, dan ruzie over pannenkoeken, een bal gehakt. Kan de rijdende rechter nog een keer... Ja, natuurlijk. Dat doen ze toch allemaal zelf? En hij waarschuwt de krant. Wie is hij? Hiernaast. Oh, die bemoeit zich er ook mee? Ja, die is toch wel Tilly de hand. Ja, Tilly. We waren net bij Annie en ik had eigenlijk een vraagje aan u. Nou, nee hoor, dank je. Dat echt niet, want Annie zei allemaal nare dingen. Tilly, wat een rare situatie, mevrouw. Hè? Want we hebben eerst Connie en Tilly ruzie, dan komt de rijder rechter. Nu heeft de hele straat ruzie, er komen mannen aan u. De hele straat, hij heeft met iedereen ruzie, die vent. Ja, maar Connie en Tilly en u ook. Ja, dat is toch logisch? Wat, denkt u dat dit ooit nog opgelost wordt? Want... Nou, wij gaan verhuizen. Connie gaat verhuizen en ik ga verhuizen. Maar ja, dat moet niet in de bladen komen, hè? Dat we gaan verhuizen, want dan gaat ze niks aan. Maar heeft het nu op beeld gezegd? Nou, leuk. Kijk, moet je even een stapje achteruit gaan. Moet je kijken. Dat hek, dat is 1,80 meter. En mag 1 meter wezen. We hebben het over deze schutting? Ja. Maar ja, dan kun je toch ook denken van, ja, het is maar een schutting, laat mooi zitten. Ja, dat mijn uitzicht belemmert. Als ik op de bank zit, kan ik geen moer meer zien. Als je nou binnen gaat zitten, kan je het zien. Ja, ik wil wel even met u meelopen. Kijk, zie ik toch geen donder aan? Dan kan ik niks zien. Nee, je moet gaan zitten, anders zie je het niet. Oh, sorry. Misschien kunnen we samen even naar de buurman toe. Ga weg, joh. Ik ga niet naar die vent toe, die lelijkert. Kom, heb jij wel eens gezien hoe lelijk die vent is? Dat is die. Knappert, hè? Ik moet eerlijk zeggen... Waartaap. Ik moet eerlijk, een snor staat hem wel. Ach, ga weg alsjeblieft. Lelijk het. Maar u heeft er al een heel dossier van gemaakt, zie ik ook. Ja, wat dacht jij dan? Ik zeg vuile, vieze Barriella. Barriella? Ja, Barriella noem ik hem. Waar is er nou echt misgegaan? Nou? Want, wat is er... Hij was gek op mij, die vent. Hij was verliefd op me. Die lelijk het. Nou ja, ik ben 86, echt niet. U heeft hem afgewezen. Oprotten met die vieze hap. Gauw. Kunnen we wat anders krijgen als hem? Ja, ik denk dat we even naar de buurman toe gaan. Nou, ga maar. Moet je zelf weten. Hoe noemde u hem ook alweer? Barriella. Barriella. Dan gaan we even naar... Hij is kontje re-re. Oh. Ja, Annie is... Ze doen de deur niet open. Nee, zeg ik toch. Gordijnen direct dicht? Ja. Je weet toch? Ja,
Je weet toch dat ik tegelijk heb, hè? Want ik ben... Helderziend.